En dan staat er ineens een dafje aan een laadpaal in Lochem. Het valt deze kinderen op. Hoe kan dat nou? Een auto in een stopcontact. Had je dit nog nooit gezien? Nee, ik ken alleen maar benzine in de auto. Ik heb hem alleen nog maar op tv en zo gezien aan een stopcontact. En nog nooit in het echt. En wat vind je er dan van? Ik vind hem best wel cool. Dit is eigenaar André Gromsound uit Haaksbergen. Hij is weg van zijn DAF die hij eigenhandig heeft omgebouwd tot een elektrische auto. Het is even wennen, dit beeld, dat een oldtimer zo geruisloos wegrijdt. Is er ergens anders ter wereld een DAFje waarmee je elektrisch kan rijden? Voor zover ik weet niet. Ik weet wel dat er een paar mensen mee aan het knutselen zijn. Er zijn een stel Duitse studenten. Die hebben een DAF coupé omgebouwd. En die kwamen daarmee net in de publiciteit toen ik zo'n beetje klaar was. Dus het was een beetje van wie was de eerste. Maar ik ben in ieder geval de eerste in Nederland. En hij is best wel vlot. Hij is een stuk vlotter dan op benzine. Maar volgens André rijdt het zelfs beter. Ik ben altijd al DAF-fanaat geweest, dus het rijdt nu des te beter. Het maakt minder herrie, je zit niet meer in de stank. En die 85 km per uur is hard zat voor op de provincieweg. Ik rijd elke dag van Haaksbergen naar Hengelo en terug en dat kost nou 1 euro. Dus je geniet ook nog eens financieel. Zo zet je hem weer uit en zo zetten we het contact af en klaar.